Hi iedereen, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Spaton. Vandaag zit ik met twee hele leuke meiden op de bank. Zouden jullie je even willen voorstellen? Ik ben Berna Toprak. Ik werk bij Women Inc. Dat is een vrouwenorganisatie die zich inzet voor een wereld waarin het eigenlijk voor je kansen niet zou moeten uitmaken of je een meisje of jongen bent. En ik zet me heel erg in op het thema stereotypering en beeldvorming in de media. Ik ben Sarah Izzat. Ik werk bij de politie-eenheid Rotterdam. En dat is een organisatie die zich inzet voor een veiliger Nederland. Ik begreep dat er een conflict was bij de politie dat je niet in burgerkleding, dat je niet in werkkleding mm-hmm. je hoofddoek mocht dragen. Ja, het conflict draaide om het feit dat ik heel graag mm-hmm. in uniform wil werken. Uiteraard wel in combinatie met mijn hoofddoek. Yeah. Maar het huidige beleid zegt dat dat dus niet kan, omdat je dus kennelijk met een hoofddoek niet neutraal bent. Yeah. Ik ben naar het college voor de rechten van de mens gestapt. Het college stelde mij in het gelijk. Maar het advies van het college is niet bindend. Dat betekent dus dat de politie het advies naast zich kan neerleggen. En dat is ook wat ze uiteindelijk hebben gedaan. Ze hebben wel een tussenoplossing geboden. Mm-hmm. En de politie die gunt mij dus als enige hoofddoekdragende moslimen om burgercontact te hebben. Dus dan heb ik burgerkleding met mijn hoofddoek zonder uniform. Maar dan neem ik wel en nam ik aangiftes op. Ik heb nu die functie niet meer. Maar zo was dat even geregeld. In andere landen, in Engeland en in Canada, is het ook toegestaan om een hoofddoek te dragen met uniform. Hebben ze zelfs speciale hoofddoeken voor ontworpen. Juist omdat ze de winst ervan zien. Juist omdat ze zoiets zien van, oh, dit is iets om trots op te zijn. Dit is iets mm-hmm. moois, dat we een diverse politieforce hebben, als het ware. Maar in Nederland zijn we nog niet zover. Wat ook wel weer laat zien, op het moment dat er dus onrecht gebeurt, mm-hmm. en je bent in een minderheidspositie, hoe lastig het eigenlijk is om voor je eigen rechten op te komen. Maar het is wel mogelijk. Ja. En dan vind ik wel in dat geval dat je er gebruik van moet maken. He, natuurlijk wel goed gecommuniceerd mm-hmm. en goed overleg met je met je werkgever. Mm-hmm. We hebben gewoon de kracht, we hebben de macht, de stem, alles. In welk land mogen meiden geen hoofddoek dragen op school? A. Engeland. B. België. C. Frankrijk. België, dat kwam ook op de televisie, toch? Ja, België. Ja. Op school inderdaad. Ik heb de familie wonen. Als ze op school kwamen, moesten ze het afdoen. Bij de kapstok samen met hun jas. Dat is Frankrijk. Weet je het zeker? Ik volg jou. Ja, ik weet het vrijwel zeker, ja. Want ik dacht in eerste instantie, dacht ik België. Nou, dat is misschien allebei wel. Allebei zou ook ligt eraan, het ligt misschien aan welke... Het Franse deel van België misschien. Ja. Er gelden verschillende regels. Frankrijk, I guess. Ik denk ook Frankrijk. Ik ga voor C. Ja, C, ik deel C ook wel hoor, maar ik ga dan voor B. Oké. Okay. Nou, het antwoord is C, Frankrijk. Oh. Het is inderdaad in België wel zo dat het ook niet mag. Je kan het wel aanvechten en er zijn maar dat was laatst in het nieuws geloof ik, toch? Er zijn meisjes in het gelijk gesteld, maar je moet zelf wel die stap maken naar de rechtbank. Oh. Vanaf wanneer geldt er een verbod op gezichtsbedekkende kleding in het onderwijs, de zorg, het openbaar vervoer en overheidsgebouwen in Nederland? Ik denk dit jaar, 2019 gewoon, begin dit jaar. Ik weet het eigenlijk niet. Ik zeg 2019. Of het nou echt ingevoerd is. Ja, ik denk het wel. Dit speelt niet heel lang, dus ik denk 2017. 2010. Gewoon om te gokken. Dit jaar hoorde ik net. Ja. Ja, precies. Ja. Ja. Zal ik het zeggen? 1 augustus als het goed is. En wat voor kleding valt daaronder, denk je? Ik denk dat het veel meer is dan alleen een niqab. Ik denk het ook, ja. Maar ik zou niet weten. Ik denk niet echt dat ze iets zouden kunnen zeggen over bedekkende kleding of zo. Dat niet, maar dan echt alleen het gezicht, that's it. Ik weet dat een motorhelm eronder valt. Een bivakmuts. Maar ik heb een systeemhelm. Oh god. Wow, oké, dat mag je dus ook niet. Ja, dat is Dat is altijd eigenlijk al geweest. Zodra je een supermarkt inkomt of een tankstation vraagt ze om het af te doen. Gewoon die hele helm. Ja. Gewoon af. Wat is het verschil tussen de volgende hoofdbedekkingen? Een hijab, chador, niqab. En een burka. Ja. Hijab is denk ik dus alleen maar de hoofddoek en over je boezem. Burka is dat je dan alleen je ogen ziet, toch? Niqab zeiden we net, dat zit er ook nog eens gaas voor je ogen, toch? Nee, volgens mij dat is omgedraaid. Of is dat, de burka is dat je niks ziet en een niqab is alleen je ogen. Okay. Of is het omgedraaid? De hijab is dit. Dat is wat wij hebben. Ja. Chador is wat ze in Afghanistan dragen met die gaatjes. Okay. In blauw? Ja, dat is de chador, toch? Oh, oké. Okay. Volgens mij wel. Dat is echt niet. Ik dacht dat dat de burka was. Oké, dat tweede ken ik niet. Ja, ik ook niet. Wat ik vaak zag was een niqab, dat je echt alleen zo'n streepje hebt bij je oog. En een burka was echt dicht. Dus oké, okay. En wat is dan
Een chador, ik weet niet. Is dat is bedoeld is een soort jalebba, dat het gewoon een lange jurk is? Ik denk nee, het. Nee, want het staat hoofdbedekking. De burka is volgens mij... Is dat hetzelfde, toch? Burka zijn toch hetzelfde, hè? Zou ik denken, niqab is wel met ogen en de andere zonder ogen, ik dan. Ik wil een andere definitie bij de chador. Ik denk dat die met dat gaas de burka is. En ja, dat de chador, dus ook. Er is nog een tussenversie tussen de hijab en de niqab. Waar je wel je gezicht ziet, maar wel alles. Dat is de ghimar. Oké. Ja, nee, dat is de ghimar. Uit welk heilig boek komt de volgende quote? Iedere vrouw, echter die bidt of profeteert met onbedekt hoofd, onteert haar eigen hoofd, want het is precies hetzelfde alsof zij kaal geschoren is. Ik zou eerder denken aan jodendom. Ik denk dat dit uit de Torah komt. Ja, dat denk ik eigenlijk dus ook. Jodendom of christendom? Nee. Eén van de twee? Ik hoop dan op Bijbel, want ik denk dat het niet in de Koran staat, maar ik kan het ook mis hebben. Ik ga gewoon met jou meedoen, de Bijbel. Bijbel. Dat is de Bijbel. Die gebruik ik namelijk van christenen als ze het over de hoofddoek hebben. Welke barrière zie jij als een professional? Op mijn werk ervaar ik geen probleem eigenlijk. Nee, gelukkig niet. Totaal niet. Ik zit in de sociale sector, in de jeugdzorgwereld. En ik heb er eigenlijk nooit een probleem mee gehad. Integendeel zelfs. Ik kan ook echt... Ik ben als ZZP'er, heb ik verschillende projecten. En je hebt zelfs ook echt heel veel plekken waar je gewoon zelfs kan gaan bidden. En omdat die mensen daar, die hulpverleners, hebben al heel vaak te maken ook met moslims. Dus voor hun is het niet onbekend. Ik ervaar juist dat de mensen om mij heen er juist positief mee omgaan. En het zien als, Zeynep die staat erachter, dat is haar keus. En zie mij gewoon eigenlijk als mens. Ze zien bijna niet meer dat ik een hoofddoek draag. We zijn gewoon allemaal hetzelfde. Ja, best wel. Want ik had natuurlijk heel veel content al op mijn kanaal staan. Dat ze allemaal af moest, wat heel jammer was. Maar ja, eigenlijk is het niet voor mij niet zo'n heel groot probleem, want ik kan gewoon weer opnieuw beginnen. En ik vind mijn geloof toch wel belangrijker dan mijn social media kanalen. Nu, op mijn huidige werk gaat het goed. Je kan wel jezelf zijn, maar je moet eerst heel veel dingen weerleggen. Je moet eerst heel veel aannames rechtzetten, voordat je echt de ruimte krijgt om jezelf te zijn. Dus het vergt wel iets meer energie. Maar uiteindelijk geloof ik erin, dat is tenminste mijn ervaring, dat als er een veilige omgeving is en je kan er gewoon goed een gesprek over voeren, dat dat wel mogelijk is om die aannames voorbij te gaan. Nou, dit was een hele interessante video. Ik heb heel veel geleerd van deze dames. Wat vonden jullie er eigenlijk van? Leuk? Ja, superleuk. Ja, bedankt dat jullie er waren. En vergeet jullie geen reacties te plaatsen in de comments. Dat zouden wij heel leuk vinden. En we zijn ook zeker benieuwd naar jullie mening en wat jullie ervaringen zijn. Vergeet ook niet duimpjes omhoog te doen en te abonneren op ons YouTube-kanaal. En dan hopen we jullie graag weer te zien bij een volgende video. Doei iedereen!